In Zweden spelen ze het al sinds de middeleeuwen. Cup, KUBB. In Nederland begint het spel nu ook door te dringen. Een houten koning, werpstokken en paaltjes, de zogenaamde cups, spelen daarbij een grote rol. Op 30 juni kon iedereen meedoen met een toernooi bij Boshut Hartje Groen in Schaijk. Hallo, we zijn hier bij het cup-toernooitje in Schaijk en op de camping Hartje Groen, Sjaalme Camping Hartje Groen, waar wij dit jaar voor het vierde maal het cup-toernooitje organiseren. En voor de mensen die cup-toernooitje nog niet kennen, cup is een spel, een Zweedse werpspel, waar met stokken blokjes op de achterlijn van de tegenstander omgegooid moeten worden. En als je die omgegooid hebt, dan komen die blokjes terug het spel in en moeten die in een speelveld nog een keertje omgegooid worden. En uiteindelijk bouwt dat zich op totdat alle blokjes omgegooid zijn van je tegenstander. En dan heb je in het midden van het veld nog een koning staan. En als je die dan vervolgens met de stok ook omwerpt, dan heb je het spel gewonnen. Nou, dat is een Zweedse spel wat ondertussen op veel campings gespeeld wordt. En we hebben in Schaijk met een aantal mensen besloten om daar zo'n mooi toernooitje voor te organiseren. En dat hebben we 4 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Toen zijn we op het terrein aan de andere kant van deze camping begonnen, op het Moesjekampterrein. En we hebben dat gedaan met 5 mensen. Wij zijn met 5 mensen begonnen, we zaten dus op een feestje. En op dat feestje hadden we het eigenlijk over vrijwilligerswerk. En we hadden allemaal zoiets van, ja, vrijwilligerswerk, dat moeten we allemaal doen. Niet iedereen deed wat, een aantal wel, een aantal niet. Dus we hadden gezegd, we willen nog eens een keertje iets met z'n allen gaan doen. En toen zijn we hiermee begonnen. En we hadden zoiets van, ja, we willen eigenlijk iets organiseren wat zowel jonge mensen als oudere mensen kunnen doen. En zo zijn wij eigenlijk op het cupspel gekomen. Dus wij organiseerden nu voor het 4e jaar. En het is een erg leuk toernooi. We hebben dit jaar 33 teams. Daar staan op dit moment 16 velden opgebouwd in een gezellige opstelling. Ik denk dat we wederom met ontzettend mooi weer ook weer een heel mooi toernooitje tegemoet gaan. We hebben 3 jaar lang dit prachtig weer gehad, 25 tot 30 graden. Dus daar zijn wij sowieso heel erg blij mee. En misschien is het ook leuk om even te vertellen wie die organisatie is. We zijn met 5 mensen. Dat is Koen Vergaal, Rini van der Hoeven, Raymond Hofmans, Erwin Hendricks en ik ben zelf Jos Vergaal. En wij organiseren dus. En dan hebben we nog een speciale gast die ook altijd meehelpt. Dat is Mieke Kusters. Die noemen wij microfoon. En dat is dit ding waar ik hier vast heb. Maar die roept een beetje om. Als de velden leeggemaakt moeten worden voor de volgende wedstrijd en dergelijke. Dus dit is het cuptoernooitje. Nou, dan wensen wij jullie ontzettend veel plezier. Geniet ervan, geniet van het mooie weer, geniet van het spel. En wij spreken elkaar zeker nog. Toernooi of 5 per jaar, dus niet zo vaak eigenlijk. Ja, ja. Er is 2 voor ons. Dat is dan voor de volgende keer.
Joep, van harte bedankt dat wij hier weer mochten verblijven. Volgend jaar natuurlijk weer. En wij hopen jullie ook allemaal weer te zien. We waren erg blij. 1 met het weer en 2 met jullie allemaal. Dus leuk dat jullie er waren. En we gaan zo dan maar eens de prijs uit de rekening doen. Het is voor jong en voor oud. En jong en oud betekent jonge, kinderen, maar ook oudere mensen. Dus wat hadden wij nou bedacht? Laten we eens kijken welk team is nou het oudste wat meedoet hier bij het cupgenootje. En toen keken wij even rond en toen hadden we het al vrij snel gezien. En ik heb het hier opgeschreven. Er waren twee teams die aardig dicht in de buurt kwamen. Maar degene die het oudst is, opgeteld in leeftijd, dat waren de drie musketeers. En die zijn met z'n drieën 231 jaar oud. En die spelen dus gewoon cup hier. Op dus kom maar eens even naar voren. En ik denk, als je er ook wat kijkt, de oudste persoon die vandaag meedeed, die zit daar ook bij en die krijgt nu een hand. Dat is Arjen Anders, 86 jaar oud. En daarmee gaan we natuurlijk ook vanuit. We kunnen volgend jaar gewonnen. Wij zijn de cup. Mennekes, ja, die waren toch echt tweede. Kom maar naar voren, jongens. Ja. Super goed gespeeld. Het is geen whisky deze keer. Het is wel een ander drankje. En dan de winnaars. Ja. Wederom. Die wisselbeker die gaat weer naar Meppel. Ja, jongens. Eerste plaats, daar hoort natuurlijk ook nog een drankje bij. Goed hè? Meppel. De wisselbeker. Alsjeblieft, jongens. Verdiend, super mooi gespeeld, super goed gespeeld. En ja, volgend jaar zien we hem graag weer terug. Nou, nog een applausje. En ik hoorde van de televisie daar dat er ook verwacht wordt dat de nummer 1 een heel klein woordje doet. Dus bij deze. Nou, dit is het leukste moment al. Nou, spannend dit. Ook spannende wedstrijd. Dus vorige keer hebben we volgens mij in een wat korte tijd gewonnen. Het duurde nu een uur. Dus het wordt steeds spannender en ja, we zullen volgend jaar zien of we hem hier mee heen nemen en ook weer mee terugnemen. Dankjewel. Goed. En dan bij deze allemaal bedankt.